Een mijlpaal voor Burgesso. Een jong aardvarkentje heeft vandaag zijn eerste verjaardag gehaald. Bijzonder omdat aardvarkens een zeldzame soort in dierentuinen vormen. Volgens de dierentuin is die eerste verjaardag van het jonge dier te danken aan extra zorg en toewijding van de verzorgers. Burgerso heeft ook een reputatie op te houden als de Europees stamboekhouder en meest succesvolle fokker van dit eigenaardige diersoort. Waar verzorgers in dierentuinen meestal de natuur zoveel mogelijk aan gang laten gaan. Moeten bij aardvarkens moeder en jong regelmatig een beetje geholpen worden? Aardvarkens kunnen namelijk nogal lomp met een kroost omspringen. Zo sterven regelmatig jongen, omdat de moeder per ongeluk bovenop hun gaat liggen. Ook volwassen aardvarkens is trouwens niet eenvoudig. Ze stellen veel eisen aan hun leefomgeving en eten grote hoeveelheden mieren en termieten. In heel Europa zijn er maar 52 aardvarkens te vinden, daarvan leven er 22 in Burgershow.